Goedemorgen. Hoi. Zijn we allemaal in Spanje? Bijna. Bijna Spanje. We gaan bijna de grens over. Portugal gaan we verlaten. Spanje weer in. We zijn 3 nachten geweest op Villa Praia de Ancora. Een camping. Ook wel weer eens leuk. En we gaan nu een tussenstopje maken in Pontevedra. Het is zondag. Ik wil naar Max kijken straks. Slaat lichter. En dan gaan we meter morgen door naar Santiago de Compostela. Kemperplas Poyo. Poyo. P-O-I-O. Een paar mooie beelden hier. Een afstandje ervan en ik draai hem even op. Daar, surfplaats, schoon water, zwart water, grijs water en daar wat regels hoe om te gaan met. Dat wordt een lekkere cappuccino maken, geloof ik. Ben ik al een beetje een barista? Ja, misschien wel, ja. Melk aan de kookbrenger? Ja. Pruttelkoffie? Ja. Check. Check. Peter's ochtendjas? Check. Peter, check. Check. Ja, jongens, het is, het is nog vroeg, hè? Ja, het is zeker nog vroeg. Ja. Net uit bed. Oh, Peet! Oh. En ik zeg... Nou, en bedankt, hè, Peet. Hey, lekker, hè? Jij met dat vloggen. Jeetje. En ik zeg nog, let op, want het kookt over. Nou, dat vind ik echt niet grappig, hoor. Als de koffie maar lekker is. Oh. Shirt, koffie. Hoppakee. Wil je een bloemetje, een hartje of misschien wel een gezichtje? Ga dit maar gewoon opschenken. Oh. Nou. Het is een blaadje geworden. Ik zie het. Je wordt oud. Het is maar ook een filmpje van niks hoor. Weet ik, het is alleen maar. Het is te... En even kijken, ik ga een palmboompje maken. Hoppakee. Palmboompje. We komen net aan op de camperplaats en om 12 uur heb je een mis en het is 11:45 en het is nog een kwartier lopen, jongens, dus dat is even de haast die we nu hebben. Proost.
gewoon eurocenten, die leg je hier apart. 1 en 2 eurocenten. 1 en 2 eurocenten. En waarom? Beste kijkers. Kijk wat ze hier met wisselgeld doen. Kijk. Grappig, hè? Plaats in Guiteras. Nou, het is eigenlijk voor de helft afgesloten. Na enig dubben gaan we hier toch maar staan. Want er is een loosplek. Er is water. En ik loop even naar Peter toe. Want hij zegt dat er ook stroom op de stopcontacten zit. Ja. En dat allemaal gratis. Toevallig. In Guiteras. Guiteras of zoiets. We blijven hier toch maar even staan. Dan vraag je je misschien af van wat is hij nou aan het doen met dat gele dingetje in een stopcontact en toestanden. Nou, ik meet de spanning en dat doe ik zonder de contacten aan te raken. Ik doe dat via een veld wat zich om een contact of dan een ader ontwikkelt. En dat veld dat meet ik op met een voltstick, want zo noemen we dat. En dit is er eentje van Vloek. Wel een bekende in de meetinstrumentenwereld. En zo zie je op een gegeven moment, zonder dat het contact aanraakt, dus in middel van het veld wat er zeg maar, om het snoer heen zit, om te kijken van joh, staat daar wel een spanning op? Altijd makkelijk als je aan het camperen bent. Hartstikke vroeg. We zijn heel vroeg opgestaan. We hebben overnacht in Guiteras, rustige camperplaats. En nu onderweg naar Rivadeo om de As Catedrales te gaan bekijken. En we hadden even gegoogeld en het blijkt om 9 uur laag tijd te zijn. Die As Catedrales zijn er boven in de zee, die met app helemaal waar je onder kan wandelen. Ja, dan moeten we daar toch wel. Even naar 9 te zijn.
hallo mensen, As Catedraai. Dat is de camperplaats. Dan loop ik nog even een stukje terug. Ik wilde jullie even wat laten zien. Hele ruwe kust. Bogen in de kust. Alleen, hè, wat Koren net zei, met app zijn ze te bekijken. Overigens, vanaf juli, meen ik, tot ergens einde seizoen, moet je reserveren. Ze laten er ongeveer 5000 laatst toe. Per keer. Ik wil je dit even laten zien. Daarachter zie je al de zee, de kust. Dit, jongens. Toch al hoge boete. 600 tot 6000 euro. Als je dit, tenminste ga ik even vanuit, hè. Als je dit touwtje passeert. Maar in ieder geval waarschuwingen volop verderop. Met valgevaar, afbrokkelende gesteente, verboden voor honden. Even inzoomen. Dat dus. En ik word gewenkt door Koortje van kom nou. Ik denk dat ze de kust al een beetje heeft gezien. Nou, hier weer dat bord met 6000 euro, in ieder geval maximaal 6000 euro boete. Even een kijkje. Ja, dat is wel mooi. Dat is wel mooi, jongens. Wordt vervolgd. Bizarre, hè, Peet, dit? Zo. Oh, wauw. Kijk eens. Happy? Ja, happy. Heel mooi. Ja, hè? Ja, en dit, hoor. Nou, verder kunnen we niet. Even kijken, hoor. Nog te zien is. Kijk, dat is het dak. En dat is de uitgang. Durf je niet meer? Ja hoor. Ze durft, jongens. Het is adembenemend mooi gewoon. Gaaf, hè? Donker en prachtig is het. Ja. Kijk nou, hoe is het mogelijk? Ik denk, hoe ontstaat zoiets, hè? Oh. Nou, gaan we weer. Voordat de zee opkomt, jongens. Je ziet hier aan het natte van de stenen en het zand. Wat hier gewoon onder water komt. Dus begrijpelijk dat je bij vloed hier wat minder ziet. Ik weet niet of je alles mist, maar ik kan me voorstellen met vloed. Dat een heel stuk minder te zien is. Een freakmomentje, denk ik. Ja. Wat heb je? Nou, ik zag wat liggen en toen dacht ik, wat is dat? Ja, maar steen. Het is dus echt een enorme zeeslak. Oh joh.
Oh. Ja, zielig hè? Ik zet hem ook weer terug hoor. Ja. Je eet hem niet op? Nee. Cola cola hè, lekker lekker. En een tip voor de komende bezoekers. Blote voeten, jongens. Ja. Blote voeten naar het strand. Geen schoenen nodig gehad. Nee. Weet je, je loopt af en toe ook door het water. En ja, weet je, met schoenen aan zou het ook wel kunnen. Maar lekker je blote kakjes aan. En lekker banjeren over het strand. Heel mooi. En nogmaals... hoogzomer, reserveren, kost niks, maar online reserveren, kijken wanneer het app is, want dan kun je gaan, want het begint nu alweer vloed te worden. Dus als het laag water is, dus app is, dan heb je 3 uur de tijd om het ruimschoots allemaal te kunnen zien. Ja, hè? Ja, en daarna dan wordt het alleen maar minder. Ja, dus, zeker inderdaad. Echt de moeite waard. Goedemiddag, hallo. Hoi. We hebben net de Aska Tendrai. De kathedrale in zee. Prachtig. Echt waar. Echt een aanrader. Ja, we moesten er wel om 9:30 zijn. Het was laag water, maar de moeite waard. We hebben nu een camperplaatsje uitgezocht in Valdez. Aan de haven. Dus, Toetjes-test! Een hele nieuwe! Hoe ouder, hoe gekker! Ja, deze hebben we nog niet gehad, deze. Nee, hij, jongens, vind hem nou niet bruin geworden. Deze hebben we nog niet gehad. Nee. Ik heb hem gekocht, ik heb de joker ingezet. Het is de laatste eindsprint die je maar kan doen. De horde die genomen moet worden. Ik denk dat dit een wordt. Ik heb gezegd. En dan moet ik het mee doen. En daar kunt u het mee doen. En een lepel. Ik gooi hem open. Ja, gaan we. Oh. Mm. Jeetje, wat is dit? Er zit onderin ook nog koek, hè? Ja. Oh. Ja. Een 9. Echt. Dan heb je dezelfde score als de crème brûlée. Nee, ik gaf ik een 10. Dat is gefilmd, dat staat geregistreerd. Weer niet gewonnen. Maar dit vind ik wel. En nou 9,5. Oké, want ik vind het wel heel lekker. Dan. Oké. Dan sta jij op dit moment nummer 1 met je crème brûlée. Ja. Ik sta op nummer 2 met. Dit toetje. En nummer 3, ook op mijn naam, dat is die chocolademousse toestand. Nee, die vond ik niet. Ja, oh ja, die, ja, ja, ja. Moes met chocolade. Ja, 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 ja. Okay. Heb ik toch een klein beetje gewonnen. Ja, maar niet met kaarten. Tot op heden. Nou, met kaarten verliest hij heel dik van me elke keer. Dus, nee, Piet. Ik vind het heel mooi dat je daarover moet beginnen. Maar het is lekker. Oh. Ik moet ook nog een cijfer geven. Ik geef een 11. Nee. Jouw crème brûlée is wel lekkerder.
Maar dit zit wel heel dicht tegen. Het is tegen, wel een heel lekker toetje. Dus ik zeg een 9. Dikke 9. Okay. We gaan even voor het ontbijt. We gaan zo meteen gaan we weer een stukje verder op gaan we eens kijken. Gaan we even een strandwandeling doen. Een hele strand vol keien. Zie je? Stenen. Overigens, daar staan we. Wat vindt Cora? Nee. Die vindt... Oh. Wat een schildpadden-ei. Echt? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ah, zegt Freek. Nou, het lacht er uit, hè? Hey, kijk. Jongens, 's ochtends voor het ontbijt. Op de blote kakkies. Even strandje af. En ja, het is bewolkt. Maar het belooft in de loop van de dag weer een mooie dag te worden. Nou, hey. We moeten de mensen weer wegslaan hier. Jeetje. Dat komt weer mooi hoor, hier. Hé? We houden van, Peet. Ja. Uit de douche. Ja, een strandhoofd zeg je dan, hè? Ja, nou ja, voor het ontbijt. Ja. Nou, we gaan eens kijken wat we hier zien. Ja. En wie we hier op het strand tegenkomen, dat is deze man. En wat hij gaat doen, dat is met een harpoen en extra flippers, of extra lange flippers, gaat hij naar die rots daar. En daar gaat hij, jongens. Ik begrijp het nog niet helemaal hoor. Een loodgordel om en dan alleen een duikbril en een snorkel. Hij zegt net, want daar was ik al nieuwsgierig naar, om te kijken van, joh, wat hij heeft gevangen. Maar deze jonge man, die is 2 uur is die onderweg. Hij zegt, over 2 uur ben ik ongeveer weer terug. Ben benieuwd. Okay.